Ja, we zitten hier op het mooie sportcomplex Zuid, waar ook de Haren heel actief is. Zeker met, onder deze winterse omstandigheden. Hoe is het de kwaliteit van het ijs? Oh, de kwaliteit van het ijs is goed hoor. Het was gisteren een beetje minder, maar nu is het best goed. Want ze hebben gisteren weer goed schoongemaakt. Ja. En ze hebben een flinke laag water over laten lopen weer. Ja. En nu is de kwaliteit wel redelijk goed hoor. Het is net nog weer schoongemaakt. Dus de nieuwe sessie die nu komt, die komt echt op een schone baan. En gaat hij continu door met het schoonmaken? Of moet hij ook de avondklok ook, in de gaten houden? Nee, we gaan niet continu door. Dat wouden we wel, maar goed, dat mocht van de gemeente dus niet. Nee. En we stoppen om 7:30. Ja. En dan gaan we de baan vegen. Ja. En dan gaat er inderdaad een flinke laag water op. Het vriest vannacht weer 13 graden, dus het kan makkelijk. Ja. En dan heb je morgen weer een plaatje van een baan. Dus het gaat echt goed. Het is lang geleden dat we zo'n winter hebben, hè? Ja, goed. Het eerste nadeel was natuurlijk de sneeuw, hè? Ja. Het was zondagmorgen 8 uur tot middags 2 uur sneeuwschuimen. Ja. Om het terras te krijgen. Dus dat was best wel een flinke klus. Ja, hoeveelste dag bent u nou open als dit is de derde dag. Derde dag? Ja. Nee, de tweede. Woensdag en donderdag. En hoe is de animo? Nou ja, het is morgens valt het mee. Ja. Maar we mogen 75 man per sessie op de baan hebben. Ja. Ja, het is een 400 meter baan, hè, dacht ik, of niet? Wat zegt u? 400 meter baan, hè? 400 meter baan hebben we, ja. Dus dan zitten we 75 mensen op die baan. Ja, dat zijn de regels van de gemeente. Ja. En 's morgens is het niet zo druk. Nou goed, er zijn de kinderen naar school, er zijn de ouders aan het werk. Ja. Dan zijn er een mannetje of 25, 30. Maar zoals nu 2:30, dan is het echt volle bak. 75. En vanavond om 6:30 is het ook weer 75 man. Dus, En die schuizen dan tot een uur of 8? 7:30. 7:30. 7:30 moesten ze echt daar was kijken van de baan niet onder water voor 9:00. Oh ja, dan wilt u natuurlijk de voorbereiding doen voor de volgende dag. En hoe lang denkt u dat er nog doorgaat? Nou, we gaan ervan uit dat we maandag nog open kunnen, maar dat zal het wel gebeurd zijn. Gaan we de thuis controleren, hè? Dat is één van de 75 mensen? Vier van de. Wat schaatsen heeft u daar mooi in verpakt? Ik heb fantastische oren. Ja. Van de Aldi. Oh, heb je die net gekocht? Nou, een paar jaar geleden. Oh, een paar jaar geleden. Paar jaar geleden. En hoe vaak is schaats al voor het eerst hier op Zuid, neem ik aan? Nee, dit is sinds het open is ben ik hier gaan schaatsen. Nou ja, dat is nu 2 keer denk ik, hè? Ja. 2 of 3 keer, ja. Mooi. Ja, dat dacht ik. Wat spreekt u, marathon schaatsen, spreekt u dat ook aan? Dat spreekt me wel aan, maar om het zelf te doen, dat zie ik niet zinnen. Wat een liefhebber van marathon schaatsen, of niet? Heb ik heel veel gedaan, maar ik zou het heel graag weer doen, maar nee. Het is een beetje draf. Een beetje leeftijd, hè? Ja. Maar ja, als toeschouwer mag het helaas niet. Nee. Anders had u nu in een bubbel moeten zitten, denk ik. Nou, dan moet je in de bubbel zitten, ja. Nee, maar we hebben heel wat afgeschaatst. Eerder met die tochten, zoals mijn zoon, die gaat ook morgen weer in Gietewal. Ja. Tocht schaatsen, dat is echt geweldig mooi. Dat is heel anders eigenlijk dan heel dit, anders. Hè? Ja, die afstand dat is heel mooi. Ja, maar hier, ook de hele omgeving en de beleving heb je. Ook alles, dat. Ja. Door die rietkragen en al die dingen, dat is geweldig mooi. Ja. Ja, dus. Je zult zien wat het zaterdag druk wordt. Ik denk dat het nog op verschillende plaatsen nog de mensen van de baan worden gehaald. Want er wordt zo druk, vooral weer die opstapplaatsen.